Mijn naam is Patrick Bernal en in mijn boeken laat ik graag mijn licht schijnen over sterke verhalen, feiten en fictie, sagen, mythen, legenden en historische mysteries in mysterieus België. En dat doe ik ook op deze gelijknamige podcast. Daarbij een handje geholpen door Antoine Derksen voor montage en geluidsregie. It's one small step for man, one giant leap for mankind. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Next song. Beatles for sale, Lang Spieler, as yesterday. Ik lees nu de brochure voor die mij door de meid van Madame Jeanne ter hand werd gesteld. Bepaalde woorden en of passages hierin zijn onderstreept. Ik heb deze een andere klankkleur meegegeven. Toelichting kunt u vinden in de show notes. De grootste magier aller tijden was ongetwijfeld de Engelsman John Dee. Gehuld in een aura van mysterie worden Dee, maar ook collega's als Paracelsus en Agrippa, vaak geciteerd en weinig gelezen. Zij zijn het voorwerp van een nog voortdurend uitbreiding nemende mythe. Zo zou Dr. Dee reeds model hebben gestaan voor Shakespeare's Prospero in The Tempest en wordt hij beschouwd als een der eerste vrijmetselaars. Maar wie was dan deze Dr. Dee en waaraan heeft hij zijn duistere reputatie te danken? In tegenstelling tot talloze andere magiërs is Dee niet in de eerste plaats een literair creatuur, maar een historisch personage over wie veel documentatie uit de eerste hand bestaat. Hij hield een dagboek bij en schreef verscheidene autobiografische traktaten. Veel van zijn brieven bleven bewaard en we vinden zijn naam om de haverklap terug in de geschriften van tijdgenoten. Als een erkende autoriteit op het vlak van de mathematica en de klassieke auteurs, publiceerde hij een eerste Engelse vertaling van de stellingen van Euclides, met een belangrijk voorwoord van zijn hand. Hij interesseerde zich sterk voor navigatie, ontwierp het idee van de basismeridiaan van Greenwich, stelde plannen op voor de kolonisatie van Amerika en deed in opdracht van Elisabeth I onderzoek naar optische technieken. Zijn kennis van de astronomie resulteerde in een hervorming van de kalender. Hij was hofastroloog, filosoof en natuurkundige, wat in de geest van de tijd betekende dat hij ook de Kabbala en de alchemie bestudeerde. John Dee werd geboren in 1527. Zijn ouders kwamen uit Wales, maar hadden zich in Londen gevestigd, waar zijn vader een onbeduidende functie vervulde aan het hof van Hendrik de VIII. De kleine John was een vroegrijp kind. Op zijn 15e werd hij toegelaten tot de Universiteit van Cambridge. Als meest briljante student van Cambridge werkte hij gewoonlijk 18 uur op 24. Nauwelijks 19 jaar oud. Hij was toen assistent-professor in het pas gestichte Trinity College. Construeerde hij voor een toneelopvoering van Aristophanes een ingenieuze vliegmachine in de vorm van een kever. Het ding deed het nog ook, zodat er een regelrechte paniek ontstond. Een dergelijk vliegend voorwerp kon immers uitsluitend gecreëerd zijn dankzij zwarte kunst. Deze beschuldiging zou zwaar doorwegen op de verdere carrière van de jonge vliegenier, die uitgesloten werd van de universiteit en Cambridge de rug toekeerde.
In 1547 vinden we Gendy terug aan de Universiteit van Leuven, waar hij geometrie doseert. Later zal hij aan de kost komen als astroloog. Hij neemt contact op met Mercator, die hij 2 globes ontfutselt en een stel navigatie-instrumenten. Het bezorgt die de reputatie een politiek en industrieel spion te zijn in dienst van de Engelse kroon. De occulte praktijken die hem zo berucht maakten, zouden slechts een dekmantel vormen voor zijn spionagewerkzaamheden, wat trouwens ook van Nostradamus werd beweerd. De waarheid zal wel ergens in het midden hebben gelegen. Gendy liet zich vaak noodgedwongen in met politiek. Anderzijds lijkt het nogal vergezocht dat iemand een zo enorme magische bedrijvigheid tentoonspreidt, louter om er niet van verdacht te worden op staatsgeheimen te jagen. Protestant van overtuiging dreigt hij voortdurend geplet te worden tussen een katholieke hamer en een protestants aanbeeld. Wanneer hij terugkeert naar Engeland, blijkt de katholieke koningin Mary genadeloos alle afwijkende overtuigingen de kop in te drukken. Haar jongere halfzusje, de latere koningin Elisabeth I, wordt vanwege haar protestantse sympathieën gevangen gehouden op Woodstock bij Oxford. Elisabeth vreest daar vergiftigd te worden of terechtgesteld op grond van een verzonnen aanklacht. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat ze graag wil horen wat de toekomst voor haar in petto houdt. Toevallig is haar kamermeisje Blanche Perry, dat ze volkomen vertrouwt, een nichtje van Gendy. Met Blanche als go-between stelt die voor Elisabeth een astrologische voorspelling op die zowel zorgvuldig als optimistisch kan genoemd worden. De situatie is kritiek, maar haar leven verkeert niet in gevaar. Ze is voorbeschikt om een zeer hoge functie te bekleden, misschien zelfs die van koningin. En waarschijnlijk zal ze een hoge leeftijd bereiken. Vermoedelijk meende Gendy dat Bloody Mary het niet zou aandurven haar halfzusje te veroordelen of te vergiftigen en baseerde hij zijn voorspelling grotendeels op de toenmalige politieke situatie. Elisabeth is getroost. Gendy laat haar ook de horoscopen zien die hij voor koningin Mary en haar gemaal Philips II van Spanje heeft gemaakt. Op dat ogenblik worden de brieven, die Blanche Perry in het geheim op Woodstock bezorgt, door geheim agenten van koningin Mary onderschept. Die wordt prompt beschuldigd van afwijkende godsdienstige opvattingen, magische samenzwering tegen het leven van Mary en het doorspelen van een vertrouwelijk document, Mary's horoscoop, aan Elisabeth. Men werpt hem in de gevangenis. Pas na enkele maanden wordt hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van alle beschuldigingen, maar zelfs na zijn vrijlating dient hij nog in afzondering te leven. Wanneer Elisabeth na Mary's dood in 1588 de troon bestijgt, heft zij het kamerarrest op en raadpleegt zij Gendy regelmatig over astrologische aangelegenheden. Die bepaalt zelfs de datum van haar kroning. Ondanks de gevoelens van achting die Elisabeth ongetwijfeld heeft gekoesterd voor haar astroloog, laat ze haar vriendschap nooit in het openbaar blijken. Wellicht meent ze het zich niet te kunnen veroorloven voor het oog van de wereld om te gaan met een man die reeds 2 van tovenarij werd beschuldigd. Elisabeth belast Gendy wel met een paar mysterieuze opdrachten op het continent. Hij schijnt daarbij een deel van zijn inlichtingen op de gewone manier verkregen te hebben, maar vaak ook bedient hij zich van occulte methoden om de plannen van Engelands vijanden te dwarsbomen. Niettemin blijft die vrezen dat op een kwade dag zijn hoofd van zijn romp zal worden gescheiden door een beuls zwaard onder de Londense Tower. Hij beseft immers dat zijn beschermvrouwe niet alleen gierig en humeurig is, maar ook gevaarlijk labiel en politiek opportunistisch.
In 1563 zakt die opnieuw af naar Antwerpen. Op dat ogenblik de grootste metropool annex intellectueel centrum van West-Europa. Als vriend van Erasmus mag hij zich meteen kind aan huis noemen bij drukker, uitgever en boekhandelaar Christoffel Plantijn, die ook aardig wat prenten, kaarten, wijn, spiegels, wereldbollen en sterrenkundige instrumenten verkoopt. Dr. Dee neemt ook opnieuw contact op met zijn oude makker Mercator en met de cartograaf Abraham Ortelius, die tot dezelfde selecte kring behoren. Vermoedelijk in de winkel van Plantijn tikt John Dee een onvolledig exemplaar op de kop van de beruchte Steganographia van Tritemius. Dit werk heeft de reputatie verschrikkelijk occult te zijn, maar is in feite een verzameling van voor die tijd ongemeen moderne cryptografische systemen. John Dee vervolledigt de steganographia en schijnt zelfs een methode ontworpen te hebben die even efficiënt was als deze van de mysterieuze abt Tritemius. Zijn roem stijgt stilaan naar een hoogtepunt. Persona grata aan het hof ontvangt Dr. Dee, zoals hij nu door iedereen wordt genoemd, sollicitaties van niet minder dan 4 universiteiten. Leuven, Parijs, Oxford en Cambridge. Hij is de auteur van enkele zeer geleerde boeken, bezit een eigen laboratorium en een bibliotheek van circa 4000 exemplaren. De universiteitsbibliotheek van Cambridge telde in die tijd 451 boeken en manuscripten. Af en toe krijgt hij zelfs de koningin op bezoek. Wat kan hij nog meer verlangen? Wel, Dr. Dee verlangt wijsheid. Hij begeert de universele kennis. Hij wenst de beperkingen van de menselijke geest niet te erkennen en krijgt af te rekenen met een persoonlijkheidscrisis. Jaren zijn voorbij gegaan, maar in zijn eigen ogen is hij geen stap verder gekomen. Soms heeft hij de onaangename indruk het zelfgenoegzame bestaan van de brave burger te leiden, die hij verafschuwt. Het dorpje Mortlake aan de Thames, waar hij nu zijn moeders huisje bewoont, ademt een comfortabele gezelligheid uit die niet aan hem besteed is. Hij heeft zijn eerste vrouw verloren en is hertrouwd met de lieve Jane Frommond, die geen mens ooit heeft horen klagen. Maar evenmin zal zij ooit een antwoord geven op een van de vele vragen die hem kwellen. John Dee heeft zich in de winkel van Plantijn in Antwerpen een kristallen bol aangeschaft. Een instrument dat het concentratievermogen versterkt en de overgang naar de andere vorm van bewustzijn vergemakkelijkt. De techniek van het kristalkijken was in die dagen zeer populair, ondanks een veroordeling door de kerk die geen verschil zag tussen de kristallen bollen en de onyxspiegels van de heksen. Een aantal schandalen, waaronder ook de zaak Dee, zouden de bol het veld doen ruimen voor andere middelen van waarzeggerij, tot het kristal in de 19e eeuw aan een triomfantelijke terugkeer begon onder impuls van het spiritisme. Dee's private diary, maar vooral de true and faithful relation of what passed for many years between Dr. Dee and some spirits, geven een goed idee van waar het Dee precies om ging. Wie de meer dan 500 slecht gedrukte pagina's van die folio, gepubliceerd door Merrick Casaubon, Londen 1659, aandachtig bestudeert, merkt dat zijn kristalkijkerij niets te maken had met een naïeve hobby. Er duiken reële gevaren op, niet zozeer van occulte, maar van psychologische aard. Dagenlang staart Dr. Dee in de vochtige diepten van een kristal. Hij neemt eigenaardige geluiden waar en droomt vreemde dromen, maar grinnikt wijselijk mee wanneer men hem bespot omwille van de verwrongen, lachspiegelachtige effecten van het glas. En dan,
op 25 mei 1581 noteert die triomfantelijk in zijn dagboek: I had sight in crystallo offered me, and I saw. Later zal hij hieraan toevoegen: gedurende vele jaren, op plaatsen ver en nabij, heb ik in talloze boeken in diverse talen gevroed, met allerlei mannen beraadslaagd, met mijn eigen redelijke zelf gediscussieerd, opdat ik een glimp van die radicale waarheden zou mogen opvangen. Mij herinnerend dat ik gelezen heb hoe naar Abraham, Isaac en Jacob, Joshua, Gideon, Esdras, Daniel, Tobias en vele anderen de goede engelen gezonden werden in uw opdracht om hen te leren, te informeren en te helpen, overweeg ik nu dat ik voldoende geleerd heb en ben ik ervan overtuigd dat deze wijsheid niet kan benaderd worden door een menselijke macht, maar uitsluitend afkomstig kan zijn van u, o God, direct of indirect. Zoals andere devote speurders naar verborgen wijsheden en ondanks het visioen van 25 mei was die zelf niet mediamiek genoeg om in zijn eentje nog enige vooruitgang te boeken. Hij had een ziener nodig en vond een medium in de persoon van Barnabas Saul, die kort daarop reeds aan de haal ging en een lastercampagne tegen de dokter startte. Vermoedelijk was Saul een spion van Dee's vijanden. Enkele dagen later daagde Edward Kelly op, die om een of andere duistere reden voordien Talbot heette. Deze Kelly, 27 jaar jonger dan de dokter, wordt door sommigen beschouwd als een uitstekend medium, door anderen als een verstokt charlatan. Waarschijnlijk lag ook hier de waarheid ergens in het midden. Kelly was wegens valsheid in geschriften reeds zijn beide oren kwijtgespeeld, maar lijkt anderzijds wel degelijk zekere visioenen te hebben gehad. De zwarte kap die zijn littekens moest verbergen, droeg nog bij tot zijn sinistere reputatie. Volgens Cassebon had Kelly de afschuwelijke kunst der necromantie bedreven, oftewel dit diabolisch ondervragen van de doden om tot kennis van toekomstige gebeurtenissen te komen. Tevens zou Kelly in het bezit geweest zijn van een beroemde alchemistische handleiding, het boek van de heilige Dunstan, en van twee ondefinieerbare poeders opgedolven in de nabijheid van de abdij van Glastonbury. Die vond in de onstabiele Kelly een allerminst betrouwbare partner. Maar hij had diens mediamieke gaven nu eenmaal even hard nodig als de verstandelijk inferieure Kelly het intellect van de dokter. Wat de authenticiteit van de manifestaties betreft, hebben we alleen Kelly's woord. Hoewel die de opgeroepen entiteiten ondervroeg en minutieus nota nam van de antwoorden die hij via Kelly kreeg, verklaarde hij nadrukkelijk tijdens de seances niets gezien noch gehoord te hebben. Kelly lag ongetwijfeld aan de basis van de spirituele boodschappen, zodat de kans bestaat dat het allemaal bedrog is geweest. Persoonlijk ben ik er evenwel van overtuigd dat deze thesis al te simpel is. De voortdurende vrees van de ziener dat de door hem opgeroepen geesten diabolisch van aard zouden blijken en allerminst angeliek, zijn herhaalde vluchtpogingen, uitbarstingen van woede, bedreigingen en vaak ook zijn manifestatie onwil om door te gaan met het experiment, werden verklaard als sluwe zetten om de aandacht van die vast te houden. Maar de dokter was uit zichzelf reeds zo fanatiek enthousiast dat hij geen enkele aansporing nodig had, alleen al omdat hij er heilig van overtuigd was dat er engelen verschenen.
Ik geloof dus dat Kelly gewoon bang was voor de engelachtige gedaanten die zowel binnen als buiten het kristal verschenen en voor de vreemde stemmen die hij hoorde. Die zat naast Kelly en nam nota. In november 1582, tegen zonsondergang, zag die in het westelijke venster van zijn laboratorium de gedaante van een engelachtig kind dat later door hem geïdentificeerd werd als Uriel, de geest van het licht. De verschijning droeg een angelieke steen, schitterend en helder, ter grootte van een ei. Die werd verzocht het geschenk aan te nemen, maar zo waarschuwde Uriel hem: laat geen sterfelijke hand het aanraken, tenzij die van uzelf. De overhandiging van de zwarte spiegel vond niet plaats tijdens een van de conventionele zittingen rond de tafel waarop het ordinaire kristal van Plantijn was geplaatst. Evenmin schijnt Kelly in het laboratorium aanwezig te zijn geweest, tenzij, volgens sommigen, vermomd als Uriel. Het gepolijste antracietkleurige kristal zal later hoe dan ook in het bezit komen van de beroemde auteur van gotische griezelromans, Horace Walpole. U kunt het nog steeds bewonderen in het British Museum. Als de menslievende dokter Dee de hulp van kristalgeesten inroept om een buurvrouw te genezen of een schat te lokaliseren, is het resultaat nihil. Vele voorspellingen blijken vals te zijn. Praktische vragen worden beantwoord met vage banaliteiten. Waarom wilde de briljante dokter Dee dan zo graag doorgaan met het experiment? Het antwoord is ambigu. Microscopische visioenen, vooral van politieke aard, kwamen veelvuldig voor. Zo noteerde die in 1583 zeer gedetailleerd de onthoofding van een reizige, mooie vrouw door een zwarte man. Daarop aansluitend kreeg hij een waarschuwing door voor een aanval over zee door een buitenlandse macht. Kelly had een visioen waarin de zee met schepen bezaaid leek en de engel Uriel verklaarde dat de veiligheid van Engeland door een grote vloot werd bedreigd. Maria Stuart, koningin van Schotland, werd in 1587 terechtgesteld op de wijze zoals door die beschreven. En de Spaanse onoverwinnelijke armada zeilde in 1588 richting Engeland. Men kan zich inbeelden dat de diverse hooggeplaatste contactpersonen van Dr. Dee er weinig voor voelden topgeheime informatie door te spelen, als zij daarmee het risico liepen hun hoofd te verliezen. Gesteld dat de plannen voor een invasie van Engeland reeds enkele jaren voor het uitzeilen van de Armada bekend waren aan een selecte groep Spaanse edelen, wat historici beamen, dan zou het onmiddellijk duidelijk zijn dat er zich een lek bevond in deze beperkte kring, indien Engeland plotseling aan zijn vloot begon te werken. Als een magier met de reputatie van Dr. Dee evenwel in een visioen een zee bezaaid met schepen zag, zou men in die van bijgeloof stijfstaande 16e eeuw niet in eerste instantie denken aan een verrader, maar aan informatie verkregen met behulp van diabolische, occulte praktijken. Op die manier bleef Dr. Dee dus, onder een magisch mom, inderdaad bedrijvig als spion. Anderzijds was Dr. Dee ook een authentiek geleerde, een man van de wetenschap en, als kind van zijn tijd, dus ook een verstokt en overtuigd magier. Wende hij zijn occulte praktijken wel eens aan als dekmantel voor bepaalde politieke doeleinden, dan was het ontegensprekelijk ook zo dat hij een methode had ontdekt in de klaarblijkelijke waanzin van de kristalkijkende Kelly. Hij wist alleen niet welke. Het hypnotische effect van kristalkijken is bekend.
En Kelly werd bezocht door steeds woestere hallucinaties, waarin zijn lage begeerten en zijn nog lagere instincten een imminente rol speelden. Hij werd als het ware meegesleurd door driften waarvan hij zich niet bewust was en die als in een van die fabelachtige uitvindingen van de gebroeders Lumière levensecht werden geprojecteerd in het zwarte kristal. Die van zijn kant, dorstend naar kennis, trachtte de fenomenen te begrijpen die zich voor zijn verbijsterde ogen afspeelden. Het was een situatie die onvermijdelijk tot botsingen moest leiden. De dokter werd geplaagd door financiële problemen. Zijn gierige beschermvrouwe was van oordeel dat hij die best zelf kon oplossen, aangezien hij toch een alchemist was. De geesten werden ernstig ondervraagd omtrent deze materie. "Wil u, Madimi, me soms 100 pond lenen voor een paar weken?" riep Kelly wanhopig uit. Maar Madimi bleek al haar geld door deuren en vensters geworpen te hebben en alleen sermoenen af te steken over de goddelijke liefde, doorspekt met verwijten aan het adres van Kelly. De ziener poogde prins Alasco, die op dat moment aan het hof verbleef, nu als geldschieter voor zijn alchemistische werkzaamheden in te schakelen door een beroep te doen op zijn ijdelheid en ambitie. Volgens de kristalgeest Galva was prins Alasco, ook kortweg Laski genoemd, immers ongetwijfeld de toekomstige koning van Polen. De rest van de wereld zou hij eveneens zegenen met weldaden. Maar hoe kon hij dat doen als hij niet in het bezit was van een onuitputtelijke bron van goud? Laski capituleerde, waarschijnlijk dankzij het charisma van dokter Dee. Uriel weigerde de magiërs echter behulpzaam te zijn. "Zilver en goud geef ik niet. Mijn zegen gaat boven iedere aardse substantie." "Kunt u ons dan vlees, water, kleding geven?" drong Kelly aan. En die noteerde meewarig in de marge: "O Kelly, Kelly." De dokter zou samen met zijn familie, Kelly en diens vrouw naar Polen reizen. Maar voordat zij de landgoederen van Laski bereikten, onderging de relatie tussen die en Kelly een eerste ernstige crisis. In mei 1584 bevond het gezelschap zich in Krakau, toen de geesten aan Kelly lieten weten dat hij alle meegebrachte boeken en geschriften diende te verbranden. Het is niet duidelijk hoe Dee hierop reageerde. Er waren immers precedenten. Verscheidene beroemde magiërs hadden hun toverboeken eigenhandig vernietigd. Salomon, Simon Magus, Roger Bacon. Telkens was er sprake van een spirituele crisis, een mysterieuze noodzaak, een vijandelijke bedreiging. Naarmate zij het landgoed van Laski dichter naderden, begonnen de geesten wisselvalliger te denken over de aanvankelijk zo rooskleurige toekomst van de Poolse prins. Laski zou vernietigd worden, net zoals die met zijn miserabele bedelarij. De boze geesten begonnen er nu ook bij die op aan te dringen zijn blasfemische boeken te vernietigen. Maar de dokter ging ongestoord verder met de seances, bijgestaan door een onwillige en rusteloze Kelly. Alle documenten zwijgen over de gebeurtenissen tussen september 1585 en eind april 1586. Vermoedelijk was Kelly verantwoordelijk voor de rituele verbranding van deze boeken op 10 april, want nergens bevestigt de dokter dat hij erbij aanwezig was. Bovendien werden hem op 30 april 3 werken op een miraculeuze wijze teruggegeven in de tuin van het kasteel van Trebona. Later zou Kelly de dokter nog andere geschriften bezorgen die eveneens ongeschonden uit het vuur waren gekomen. Opgejaagd door de geesten van het kristal lieten de beide magiërs prins Laski in de steek en trokken naar Praag, waar keizer Rudolf II resideerde.
Rudolf had echter ook een boodschap ontvangen, afkomstig van geesten. Wie werkelijk de auteur was van deze voor die erg onprettige missieve, weten we niet. Rudolf II kreeg op 6 mei 1586 trouwens nog een tweede waarschuwing, ditmaal van de pauselijke nuncius, die de dokter beschuldigde van necromantie, met het gevolg dat die ook hier van een kale reis terugkeerde. Hebben de experimenten van Dr. Dee en Edward Cully dan niets anders dan tegenslagen gesorteerd? En zijn alle financiële, alchemistische en politieke beloften en voorspellingen van de spirituele creaturen op zeker ogenblik niet bepaald hol gaan klinken? Waar haalde Dee de energie vandaan om jarenlang met vrouw en kind van stad tot stad te reizen, een wensdroom achterna? Te midden van alle ontgoochelingen had Dr. Dee tenminste één houvast. De nieuwe wet, die hem regelmatig op een kabbalistische wijze werd gedicteerd, via cijfers en vierkanten die konden herleid worden tot letters en woorden. De teksten die aldus tot stand kwamen, waren voor een deel opgesteld in de onbekende taal van Adam voor de zondeval. Dr. Dee stelde een mystiek boek samen, Logheid, of de spraak van God, dat op dezelfde wijze geconcipieerd werd als de Koran. Alleen diende nu een kabbalistische code gebroken te worden. Gelukkig had Dee enige ervaring met cryptografische systemen. De instructies van de geesten betreffende de wijze waarop het boek moest geschreven worden, waren immers allerminst kristalhelder. Het eerste blad, zoals jij het noemt, is het laatste van het boek. En aangezien het eerste blad een wanordelijke hutsepot is, verwijst dit naar de wanorde in de wereld en is het de taal van die chaos. Schrijf het boek achterwaarts, maar verander de vorm van de letters niet. Ik heb het over de plaatsen. Schrijf eerst op een apart papier Logheid, zeg... Lovi brand, larzet dox ner hapsilp atnor, donga larp vors heropra, exi vrzet nip tuip gimfane, germach lendix nor zandox. Dit zijn enkel de woorden van het eerste blad. In hen is de goddelijkheid van de drie-eenheid, de mysteries van onze schepping, de ouderdom van vele jaren en het besluit van de wereld. Volgens Cully doemden een groot aantal monsterachtige serpenten, draken en padden op, terwijl Galva hem deze woorden dicteerde. Hij trachtte de dictaten dan ook voortdurend te stoppen, maar de woorden en zinnen bleven doorkomen. Het boek moest tenslotte een invocatie van de namen van God en van de engelen vormen, oftewel de originele taal die alle kennis bevat en tot uitdrukking kan brengen, een encyclopedisch reservoir van de goden uit de legenden dat de mens ooit tot zijn beschikking had in de tijden voor de zondvloed. Haast een eeuw later zou John Wilkins eveneens een universele taal pogen te creëren, waarvan ieder woord door zijn inhoud reeds een band bezat met het ding dat het voorstelde en de volledige kennis ervan weerspiegelde. Via de mediamieke Cully trachtte de dokter tot een schrift te komen dat van ieder ding duidelijk maakte welke plaats het innam in het heelal en dat het denken niet alleen veel efficiënter zou maken, maar ook geheel en al omschakelen.
Die's werkzaamheden op dit gebied reflecteren een religieuze conceptie van de taal. God spreekt rechtstreeks tot de mensen via een heilige schrift. Zijn schepping is een boek bestemd om te ontcijferen, net als de heilige schrift. Die had ontdekt dat er een methode in de waanzin van Kelly school en wat hij met die methode zoal kon aanvangen. De idiote poespas diende hij er op de koop toe bij te nemen. Kelly begint een steeds chaotischer gedrag te vertonen en weigert vervolgens categoriek de experimenten verder te zetten. Dies 8-jarig zoontje Arthur wordt nu in zijn plaats voor de magische spiegel gezet, maar de volkomen uit het lood geslagen jongen ziet enkel een stuk of wat vierhoeken, puntjes en letters, mannen met kronen en af en toe een leeuw. Kelly keert terug. De vrouwelijke geest Madimi vertoont zich schaamteloos naakt aan hem. Zij en andere spirituele creaturen bevelen Dee en Kelly dat zij hun vrouwen onderling zouden ruilen en de liefde bedrijven met de vrouw van de ander. De vrouwen van Dee en Kelly, evenals de magiërs zelf trouwens, protesteren heftig. Ten slotte geven zij toe aan deze nieuwe en vreemde doctrine en tekenen een soort contract. Het toont duidelijk aan hoe diep Dr. Dee bereid was te vallen om de experimenten tot een goed einde te brengen. Van kosmische revelaties van een nieuwe wet in de taal van Adam naar promiscuïteit tussen de echtparen Dee en Kelly. Men bestempelt deze evolutie meestal als een truc van Kelly om mevrouw Dee, Jane Frommond, in bed te krijgen. Maar de zondvloed van orgiastische en profetische boodschappen, waarin hij op dat moment letterlijk lijkt te verdrinken, suggereert dat er wel degelijk diverse persoonlijkheden in de gespleten geest van Kelly om de bovenhand streden. Een vergelijking tussen de verklaring die de normale Kelly aflegde na het eigenaardige bevel en een boodschap van de in tongen sprekende Kelly die daarop volgde, wijst in dezelfde richting. Aanvankelijk wringt hij zich in allerlei bochten om zowel aan de toorn van God als die van de geesten en de vrouwen te ontsnappen. Vervolgens schijnt hij het sinistere van de padstelling aan te voelen. Ten slotte, op aandringen van de dokter en ondanks een heftig pleidooi pro domo, wordt hij de spreekbuis van een geest waarin men de grote hoer van Babylon kan zien, maar ook Sophia, de goddelijke wijsheid, zoals ze aan ons verschijnt in de gnostische geschriften, mystiek, profetisch, visionair, begiftigd met de authentieke taal der inspiratie. In de herfst van 1589 keert Dee met zijn gezin terug naar Engeland. Kelly zal hem achterna komen. De dokter weigert hem immers de vrijheid te schenken. Maar Kelly houdt zijn belofte niet, zodat Dee het hele continent afreist op zoek naar zijn assistent, die met al de alchemistische apparatuur is verdwenen. Alleen de angelieke steen rest de dokter nog. Tijdens zijn afwezigheid wordt Dee's onschatbare bibliotheek in Mortlake, evenals zijn laboratorium, geplunderd door het gepeupel. Kelly zal later opduiken in Praag, waar men hem verzoekt een alchemistische mutatie te verrichten. Wanneer hij er niet in slaagt lood in goud te transformeren, wordt hij gekerkerd en vervolgens vrijgelaten om onder de hoede van een bewaker het grote werk verder te zetten. Kelly verliest zijn geduld en vermoordt zijn cipier. Hij wordt opnieuw in de gevangenis geworpen, waar hij een verhandeling over de steen der wijzen schrijft. In 1595 probeert de 41-jarige Kelly te ontsnappen. Hij bindt een paar lakens aan elkaar en klimt door het raam. De lakens scheuren, hij stort naar beneden en schijnt de val niet lang overleefd te hebben.
die vindt geen medium meer van Kelly's kaliber. Elisabeth schenkt hem af en toe een kleine som geld. Hij schrijft een tranerig verslag over zijn triomfen, maar vooral over zijn tegenslagen en rept met geen woord over de kristalkijkerij. In het jaar van Kelly's dood bezorgt Elisabeth hem een postje in een school in Manchester. Maar al gauw dient de dokter zijn ontslag in en trekt hij zich terug in Mortlake, waar hij aan de kost komt met het trekken van horoscopen voor jonge paardjes. Lang geleden werd Dr. Dee als een gezel van de hellehonden van de universiteit gegooid, omdat hij verdoemde geesten zou hebben opgeroepen. In datzelfde odium sterft hij. Kort nadat de opvolger van Elisabeth hem om precies dezelfde reden een bescheiden pensioentje heeft geweigerd op 81-jarige leeftijd. Wat ook de aard was van de geesten die Kelly voor hem opriep, zoals eentje had voorspeld, brachten ze hem inderdaad terug tot de bedelstaf. U luisterde naar een aflevering van de podcast Mysterieus België, die speelt in de magisch-realistische wereld van Patrick Bernau. Want het is de fictie van onze fantasie die de werkelijkheid maakt tot wat ze is. Wil je deze podcast een onmisbaar financieel steuntje in de rug geven? Word dan lid van onze supportersclub. Voor een kleine maandelijkse bijdrage krijg je toegang tot allerlei lekkers. Volg de link in de show notes.